Het is niet zo dat ik helemaal niet weet waar ik vandaan kom. We zijn in Sri Lanka aangekomen. Het is hier heel erg warm. Ik kon de geur van Sri Lanka niet verdragen. Overal rook ik het. Je hebt echt serieus Sri Lankaans eten meegenomen. Ik heb inderdaad een dal curry gemaakt. Ik ben geadopteerd uit Sri Lanka. Maar daar heb ik nul herinneringen aan. Hallo. Ik weet niet beter dan dat ik Nederlands ben. En toch wordt me de hele tijd gevraagd waar ik vandaan kom. Trots zijn op je roots? Het lijkt wel een trend. Iedereen vindt dat ik er wat mee moet doen. Zijn mijn roots echt zo belangrijk als iedereen zegt? In deze serie onderzoek ik het belang van weten waar je vandaan komt. Ik ben Dinja Pannenbakker en ik kom niet uit Sri Lanka. En nog slippers? Nee, vandaag niet. Zou jouw kleur. Wil jij dit? Nee. Hallo. Hoi. Goedemiddag. Toen ik op mijn 12e in Sri Lanka was, kon ik de geur van het land niet handelen. Dit is meer Surinaams, denk ik. Ja, en dat is allemaal Indisch. Is dat? Ja, dit is echt curry. Nee, dat is het ook niet. Oh, dit ruikt echt naar gember. Moet je ruiken. Cardamom, wat is... Sri Lankaanse... curry. Oh, ik heb kruiden. Oké. Producten uit Sri Lanka. Oh, hier, cardamom. En dat is dit. Mosterdzaad, nootmuskaat. Dat is wel wat. Dat is dit. Ja, maar vind je dit vies? Nee, ja, ik vind het niet lekker. Maar het is niet dat ik nu denk, ik word hier misselijk van. Hallo. Hi. Oh, dat zijn gelukskoekjes. Ja, die heb ik meegenomen. Wat staat op die van jou? Eerst jij. Vraag een vriend om je op de volgende reis te vergezellen. Ik dacht dat hier een gelukswens op zou staan. Een opdracht. Deze van mij. Antwoorden maken je wijs. Vragen maken je een mens. Oké. Dat past wel heel goed bij wat ik nu aan het doen ben. Ik wil weten waar het probleem met de geur vandaan komt. Als ik dichter bij mijn roots wil komen, dan moet eerst het probleem met de geur weg. Ik besluit dit probleem voor te leggen aan Hilbrand Westra. Hij is adoptiecoach en zelf ook geadopteerd. Weet u waarom ik zeg maar... ja, echt een soort van ziek kan worden, misselijk van bepaalde geuren. In eerste instantie zeg ik tegen mijn cliënt altijd, onderzoek het is medisch. Ga eerst op onderzoek uit of er medisch iets met je aan de hand is. Ja. Als dat niet oplevert, dan weten we vaak dat het mogelijkwijs psychosomatisch is. Dat je psychologisch gesteldheid als mens reageert op situaties en omstandigheden. Dat betekent dat je lichaam voor een groot deel hoogstwaarschijnlijk getraind hebt om niet meer zich te verbinden met de oorsprong. Dus okay. Wat je doet, je stapt in zekere zin uit je natuurlijke lichaam. Dat betekent dat je oorspronkelijke lichaam niet meer sensorisch mag of kan zijn in verbinding met je oorsprong. Dus zodra dat in aanraking komt met de oorsprong, dan gaat dat zeg maar tegen elkaar in. Dan komt een conflict. En een van de belangrijkste dingen die het lichaam het snelst oppakt zijn geluiden, geuren en sensaties. En wat veel geadopteerden dat doen in het verzet van geadopteerd worden, is dat je niet pas geboren wordt op het moment dat je gebaard bent uit je moeder, maar dat je al 9 maanden die ontwikkeling al hebt ondergaan in die baarmoeder. En hoe jong je bent ook geadopteerd, hoeveel weken was dat bij jou geval? Ja, een paar weken. Echt paar heel weken. Jong, ja. Ja. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar als je diep in je lijf graaft, ook al ben je een volwassen vrouw geworden intussen, je hebt een Sri Lankaans lichaam. Ja. Dat is gebouwd in een, eigenlijk voor de Sri Lankaanse omgeving. Althans, geografisch per definitie. Hè? Ja. Cultuur, klimaat. Eigenlijk dus ook eten. Dus eigenlijk zou je kunnen afvragen, hoe kan het in hemelsnaam zijn dat ik dat niet kan handelen? Ja. Want als je daar was gebleven... Had ik het wel kunnen handelen. Snap je? Ja.
Dus je bent ergens uitgestapt. En als die sensitiviteit ergens wordt weer opgewekt, omdat je in die omstandigheden weer terugkomt, dan komt het in shock. En er is iets in het lijf gebeurd die je besloten heeft, alles wat te maken heeft met de oorsprong, dat blokkeer ik. Het lichaam weet veel meer dan het hoofd. Ja. We luisteren zo weinig naar het lichaam. En hoe zou je dat nog meer kunnen doen? En daar komt nu de crux. Omgaan met andere geadapteerden uit hetzelfde land van herkomst. Oké. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, want die kunnen de brug leggen tussen Nederland en het land van herkomst. Ja. Als ik dus meer me verbonden wil voelen met Sri Lanka, is het begin voor mij, de brug tussen Sri Lanka en mij, is toch echt die naar die adoptie-evenementen. Dus echt die Sri Lankaanse evenementen waar juist die mensen zijn. Dat je kan praten over je land, dat je gelijkenissen hebt. En ik wil daar ook echt wel naar luisteren en ik wil me meer openstellen. Dus daarom wil ik ook echt naar dat adoptie-event gaan, met andere Sri Lankanen in gesprek gaan, los van Nuwan. En dat is echt wel een hele stap voor mij. Dat weet jij ook, want ik heb me daar echt jarenlang aan geërgerd, dat ze me iedere keer vroegen om nou de hele tijd over Sri Lanka te praten. Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar nu ga ik dat doen. En misschien gaat het wel niet de hele tijd over Sri Lanka. Misschien voeren we hele andere gesprekken en is het superleuk en ga ik daar dan nog een keer. Dat kan best. En misschien heel veel later ga ik ooit nog een keer terug naar Sri Lanka. Maar die kans acht ik heel klein. Maar dan heb ik me wel in ieder geval opengesteld. Meer dan dat ik ooit heb gedaan. Als ik in de spiegel kijk, zie ik mezelf, zoals ik mezelf ken, geen Sri Lankaanse vrouw. Ik heb er nog nooit over nagedacht wie ik zou zijn geworden als ik niet geadopteerd was. Goed dat je er bent, hè? Ja, goed om je weer te zien. Leuk, hè? Super. Kom verder. Dankjewel. Goedenavond. Hallo. Hey. Anoushka. Ik ben Dinja. Hey. Hoi. Ik ben Dinja. Hoi. Hey, Dinja. Het is een omgeving van, daar heb je muziek. Die hadden we nog die snijplank. Maar gaat dat meestal zo op een evenement? Praat je dan echt alleen maar over roots? Of krijg je... Nee, over koetjes en kalfjes. Die ik kan bakken nu, bijvoorbeeld. Huh? Volg de bouillon toe en dit is jouw eerste evenement, dus je staat eigenlijk aan het begin. En naarmate je mensen leert kennen, des te meer deuren gaan er open en des te meer kan je je plaatje zelf invullen. Sorry, ik praat heel veel met mijn handen. Nee, dat doe ik ook. Ja, het is heel Sri Lankaans. Oh, oké, okay. Nee. Nou, daar heb ik gelijk een verklaring voor. Ja. Maar hier zit café nog niet bij, die is nog wel ergens als het goed is. Ik weet niet waar. Weet jij waar dit nog is? Ja, weg de trek, niet te hoog. Proost, hè? Proost. Proost. Ik zeg dat in de Sri Lankaan, zeg ik proost. Cheers. Niemand eigenlijk, hè? Niemand weet het Senghorees, wat ik weet. Oh, cheers. Ik val me wel een beetje tegen. Ja. Ik hoop hier wat te leren. Ik hoop hier wat te leren. Maar dat gaat het wel. Sta jij gevoelsmatig dichter bij Sri Lanka over Nederland? Ik kan zeggen 50-50. Letterlijk daar geboren, hier getogen. Ik wil zijn wie ik ben en dat is een mix. Maar voor mij wel iets meer, ik voel me iets meer Nederlands dan Sri Lankaans.
Dus in die zin is de afkomst niet zo belangrijk voor mij. Denk jij dat je ontwikkeling vooral voortkomt uit opvoeding of zit het in je genen? Ik denk dat een heel groot gedeelte opvoeding is. Dat je door je opvoeding vormt als persoon. Maar er zijn zeker dingen in mij, zoals het temperamentvolle onder andere, wat ik niet van mijn ouders heb en wat ik wel zeker weet dat echt iets Sri Lankaans is. Ja, voelen jullie dit, ja? Hey. Hoe was het? Ja, het was echt heel erg gezellig. Gezellig? Ja, het was echt gezellig. Ik heb veel gelachen. En ik denk dat ik nog wel een keertje naar een evenement ga. Oké, mooi. Ga je mee? Ja. Ja, ik heb Sri Lankaanse roots. Die kant van mezelf leer ik nu kennen. Maar ik ben de vrouw die ik hier geworden ben. En daar ben ik heel trots op. Soms ga ik te hard, soms loop ik mezelf voorbij. Soms vlieg ik te vlug, kan ik niet terug. Soms snap ik het niet, zijn de dingen te wazig voor mij. Is alles te druk, snak ik naar rust. Maar bij jou kom ik tot mezelf, weet ik weer wat helpt. Kom ik op adem, weet ik waar ik wil zijn. Ontspan ik automatisch, vind ik mijn inspiratie. Hoe bij jou voelt alles goed, goed, goed.